Vecht tot het einde, zolang er een kans is. Eva Hermans is altijd erg optimistisch en klaar om uitdagingen aan te gaan. Het mooie meisje moet nieuwe behandelingen blijven ondergaan. Dit deelde ze op haar persoonlijke pagina. Vanmorgen vertrok ik naar het Erasmus MC voor weer een nieuwe kuur, samen met mijn schoonzus Babs. Eigenlijk was weer het standaard riedeltje wat ik vandaag voor ogen had. Bloed prikken, kijken of ik naar de kuur mag en dan kuur. Maar dat liep FF anders. Bloed prikken via mijn pak was niet spannend of zo, maar omdat dat nogal uitliep kon ik gelijk door naar de afspraak met verpleegkundig longconsulent. Die beoordeelt dan het bloedbeeld en zegt of de kuur door kan gaan. Nog voor die daar iets over kon zeggen vroeg die hoe het ging. Dus ik zei best prima, alleen MN vingers zijn wat ontstoken en MN huid heeft nog steeds uitslag, dus heb weer, eigenlijk nog steeds contact met de dermatoloog. Ik liet MN handen zien en die vond hij er werd erg slecht uitzien. Hij zei dat hij even MN arts ging halen. Toen stelde ze voor om de kuur over te slaan vanwege de bijwerkingen. Eerlijk, ik dacht dat allemaal wel meeviel, dus probeerde ze nog te overtuigen waarom ik wel gewoon een kuur kon vatten. Ik had zelfs voorgesteld ook om nog keer te verlagen, maar dat had geen nut. MN handen en huid hebben tijd nodig om te herstellen en anders gaat het van kwaad tot erger. Ik baalde echt goed, want hier had ik niet op gerekend. Daarbij als het aanhoudt deze bijwerkingen en ontstekingen, dan moet ik mijn osimertinib, die ik naast MN infuuskuur, amivacimab, slik om de dag gaan slikken. Dat voelt heel tegenstrijdig en wil ik echt niet. Ik was niet helemaal mee eens, maar ga ervan uit dat hun het weten en dit echt beter voor mij is. Ik baal daarom flink, maar ja, 5 april wel weer kuur. Het voelt nu zo kut, omdat nu al tweede keer is dat van bijwerkingen wordt gestaakt en ook kort op elkaar. Onder het bericht staan veel bemoedigende woorden voor Eva. Ik weet dat je op dit moment erg moe bent, maar probeer sterk te zijn, meid. Ik hoop dat alle goede dingen naar je toe zullen komen. O meid, wees gerust, het gaat geweldig met je. Maar ik begrijp je uiteraard volledig. Ik respecteer je heel erg met mijn mooie glimlach. Nu eerst goed rusten en goed voor jezelf zorgen, je kunt het. Slaap lekker onder de dekens, ontvang veel liefde en verder niets.